kader van het Canadees Bevrijdingsfestival zouden wij met scholen ook de kinderen bij het project betrekken. En hebben aan een aantal basisscholen gevraagd om daar tekeningen voor te maken. We hebben die borden allemaal gebracht, de verf gebracht. Maar uiteindelijk kwam het erop neer dat de corona ons parten speelde. En vandaag zijn we hier bij de school De Bundel om het bord op te halen. En gaat tot volgend jaar 8 en 9 mei in de opslag. We hadden uitleg gekregen van de juf en tekeningen, oorlog geschilderd met vliegtuigen en bloemen en dan wolken die steeds donkerder worden. Ja, dat is wel jammer voor iedereen.